Oh, ik ben Julie, welkom op mijn YouTube-kanaal à la Julie. Ik bevind me nu in Winterberg. Het is nu 7:24, een beetje voor 7:30. En ik dacht, ik ga eens even hardlopen. Dus het is wel heel goed, ook voor je conditie. En ook heel leuk. En het is lekker vroeg ook. Dus weinig verkeer, lekker stil op de weg. Super chill allemaal. En ik ben nu een beetje random aan het lopen. Ik heb net al 5 minuten gerend. Zonder stops. Was wel even lekker. Even wat mindfulness eigenlijk. Dus helemaal toppie. En dan gaan we straks weer even weer rennen. Hallo iedereen, daar ben ik weer. Ik bevind me nu bij een brug. Wat net over de weg gaat. Het is best wel hoog. Nou ja, voor mensen met hoogtevrees vind ik het wel hoog. En zelf heb ik hoogtevrees. Dus ik vind het al uitmuntend knap dat ik dit even doe in mijn eentje. Want gisteren heb ik hard gelopen met een begeleiding. Stonden we op een skiskranstoren. Wat aardig hoog was, nog hoger dan deze hele brug. Ik zal hem even laten zien. Ook best wel breed eigenlijk. En ik zal het cameraatje even draaien. Het is echt heel mooi, zoals je kan zien. Kijk, dus dit heb ik al afgelegd, zeg maar. Ik zal even een rondje van de zaak doen. Kijk, hier loopt dus de weg naar de Oostrijden. Of course. Moet niet vallen, zeker mijn telefoon niet. Dus ja, daar sta ik dus nu helemaal lonely op de bridge. En de zon schijnt. De zon begint net te schijnen. Echt heel mooi. En al die huisjes daar. En zo echt heel nice. En het is echt heel nice, echt waar. Dus dan loop je hier zo een beetje overheen. Kijkt een beetje om je heen. En dan ben je, voordat je het weet, ben je weer van de brug af. Hallo, it's me again. Dus ja, ik ben alweer bijna van de brug. Want ik ga niet te lang op deze brug staan, want ik heb echt hoogtevrees. Ja, dat zal je niet merken, maar het is wel waar. Het is wel zo. Dus ik zeg go, go, go. Oké, nou, daar moet ik eigenlijk heen. Het loopt weer een pad naar boven. Ik zal eigenlijk weer gaan hardlopen. Of in ieder geval, zoals jullie noemen, rennen. Zonder non-stop. Maar ik bevind me nu toch best wel op een stukje. Wat ook best wel intens heftig stijl is. Dus misschien ga ik toch even lopen nog. Want ik moet nog meer dingen doen vandaag. Want er is een hele activiteitenplanning gedaan. Of gemaakt gisteren. Dus ja. En zoals je ziet, is het ook een wandelroute? Of juist niet? Oh nee, just kidding. Deze is voor die kant. Maar ja, ik zit nu op de. Even kijken, er staat een bord met panoramabruggen. Dus panoramabrug, zeg maar. I don't know what it is, maar we blijven maar even lopen. Maar misschien is het handig dat ik even dan de camera uitzet. Dat ik dan zo weer bij jullie terugkom. Oké. Hey, tot bij het volgende filmpje. Dit is pas deel 2. Er komt nog meer. Wordt vervolgd. See you the next time. In the next video. Like, like, like. Hoi, daar ben ik weer. Hallo. Ik ben weer gaan lopen. Net precies. En ik bevind me nu ook op een heel mooi stukje. En ik sta precies in de zon. Dus dat is wel nice, alweer. Dus kijk maar even rond. Ik zal je even een rondje van de zaak doen. Kijk, en dan bedoel ik deze skischans. Deze skischans, waar mensen vanaf jumpen met skis als ze er boven zijn. Daar ben ik gisteren met een begeleiding opgegaan. Die traptreders. Met mijn hoogtevrees. Wel hand in hand, want anders durf ik het echt niet. Want ik had al knikkende knieën. Ik had al echt angst, zeg maar. Maar ik heb het wel gedaan. Ik zal even inzoomen. Precies daar, waar het witte bord staat. Daarboven heb ik gisteren gestaan. Dat is toch helemaal nice. Zeker als je hoogtevrees hebt, sta je gewoon daarop. En daar heb je dus de stoetslift. En zo. Kijk daar, ik zal nog even een keer. Daar zo, daar zo. Exact daar. Dus ja, die toren is best wel hoog, hè.
best wel hoog eigenlijk. Maar dat heb ik wel gewoon gedaan met die begeleiding. Dus eigenlijk, ik kan eigenlijk best wel trots zijn op mezelf. Want gisteren hadden we ook een activiteitenplanning. En dat ging ook alleen maar met hoogtevrees. Echt allemaal hoogtes. En ik heb ze stap voor stap toch wel gedaan. Dus ik heb ze ook weer stap voor stap overwonnen. En dat is wel echt heel goed voor mij. Dus ik blijf altijd wel angstig, maar ik doe het wel. Ik ga het wel ondernemen. Gewoon wel, gewoon niet nadenken, maar doen. Weet je, dat stel ik jullie ook voor. Als je hoogtevrees hebt, zoek juist je angst op. Overwin ze elke keer weer. Je wordt er alleen maar sterker door. En dan ben je ook geen watje, weet je wel. En ik ben zeker geen watje. Weet je dat? Oh ja, ook wel leuk om te laten zien. Hier zit een rodelbaan. Dat is echt wel heel, heel nice gewoon. Precies in deze bocht. Ik zal hem nu even laten zien. En dan komt hij. Kijk, dat is dus de begin. Of de rodelbaan. De rodelbaan. Of niet, ik weet niet. Het is een rodelbaan in ieder geval. Een rodelbaan. Hier ook nog een stukje. Ja, je kunt het wel aangeven met die vlaggies. Met de vlaggies. Ja, deze is wel langer, want gisteren ging ik ook rodelen. Maar die was wel heel kort. Dat was, ik denk, een half uurtje of zo. En je was weer done. Gewoon weer klaar. Maar ja, dit is dus ook een rodelbaan, zoals ik net al zei. En ik ben al bijna weer terug bij het hotel. Almost. En ik ben alweer van het heuveltje af. Want het is steeds heuveltje op, heuveltje, heuveltje af. Dus ja, het is heel moeilijk om dan in één keer, in één stuk door eigenlijk te hard lopen. Want dat kost wel best wel energie. En het is heel, heel actief bezig zijn eigenlijk. Dus ik doe steeds hardlopen, dan weer wandelen. Dan weer hardlopen, dan weer wandelen, zeg maar. Dus zo kan je het een beetje opbouwen. Maar het is onmogelijk om in één stuk door in dit gebied, in deze locatie, alsmaar door te rennen. Of jouw kracht en jouw energie moet zo sterk zijn om het vol te houden. Maar het is echt pittig hoor, jongens. Om steeds heuveltje af, heuveltje op, dan in één stuk door te rennen. Dat beveel ik je niet aan. Dus doe het met padjes. Doe rennen, wandelen. En weet ik het allemaal. Als je in Winterberg bent. Hè? Want ik ben nu in Winterberg. Winterberg. Ik zit ook bij Hotel de Brabander. Het is echt een hele groot hotel. Met alles erop en eraan. Het is echt super ziek. Maar echt super nice. Ook echt super cool. Ook, je kan actief doen. En je kan chillen. Je kan relaxen. Je kan gewoon je eigen plan trekken eigenlijk. Je eigen ding doen. En er zijn natuurlijk ook met de groep met wie ik ben gaan reizen ook activiteit gepland. Dus vandaag ga ik dan zeg maar op een boot zitten. En dan met uitzicht. En dan kan ik om me heen kijken. En als ik dan een drankje opzet, dan kan dat natuurlijk. Want ik ga niet de hele dag zonder drinken doen. En het wordt mooi weer vandaag. Dus sowieso veel drinken. Ik ben nog wel een beetje buiten adem, zoals jullie merkten. Maar het praat gaat nog wel oké, denk ik. Ik zal nog even één keer richten op die snelweg. Die highway. Highway. Zie je? Die struiken of die bomen, die gaan het zicht belemmeren hier van de snelweg. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Is dat ook een spreekwoord? I don't know. Oh, wacht, hier is een tunneltje. Met die rodelen. Dan ga je onder de tunnel. Wacht, ik ga even stilstaan. Kijk. Dan ga je zo eronder door. Is toch lachen? Is echt lachen. Nou, maar jongens, ik ga weer even to the next video. Als die komt, tenminste. En als die niet komt, dan is dit filmpje gewoon. Toch? Dan laat het lekker hierbij. Want ik kom steeds sneller en veel meer bij de snelweg. Dus dan wordt het geluid ook weer belemmerd met allemaal verkeer en auto's. Dus dan vind ik praten ook niet meer zo'n handig idee. Maar goed, aju paraplu. Of aju parasol.